Hallo iedereen, welkom in Peters Keukentje. Ik ga vandaag een knolselderij met wortelsalade maken. Het is heel eenvoudig, wat heb je nodig? Een knolselderij. En een paar winterpenen. Citroensap. Crème fraîche. Mayonaise. En zout. Dat is alles. Oh ja, en bieslook, maar die heb ik niet. Maar ik heb in plaats van bieslook heb ik een boshuitje fijn gesneden. Ik heb natuurlijk alles al van tevoren voorbereid. Ik heb ongeveer 150 gram knolselderij gebruikt met 150 gram wortel. Je kunt natuurlijk ook meer of minder gebruiken. Ik heb een halve versie citroen uitgeknepen. Dus het sap van een halve citroen gaat er overheen. Als je geen versie citroen hebt, kun je natuurlijk ook wat uit een flesje nemen. Dan doe ik wat zout bij. Dan heb ik 1 eetlepel mayonaise. Dat doe ik erbij. In mijn geval Zaanse mayonaise. En 1 eetlepel crème fraîche. Dat is gewoon de verhouding 1 op 1. Dus als je meer mayonaise neemt, dan heb je gewoon meer crème fraîche. Goed, dat ga ik even door elkaar mengen. En dan moet er eigenlijk nog die bieslook overheen, die ik dan helaas niet heb. En ik gebruik in plaats van bieslook dus een beetje ja, een bosuitje. Hoeft niet, het is niet verplicht. En hoe fijner je die knolselderij snijdt en die wortel, hoe beter het smaakt. Dat is alles. Knolselderij met wortelsalade. Oké dan, bedankt. Dat was het weer. Tot de volgende keer.